Was je het eens met de beslissing? Ja, het was close, maar ik denk dat de laatste ronde een beetje verschil heeft gemaakt. Kon ik net niet genoeg aanzetten. Hij maakte net wat meer punten. Ik heb veel power shots veel op power gewerkt, dus ja, net even tekort gekomen. Laatste ronde, ik denk dat het heel close is geweest, maar hij was wel, ik denk wel terecht de winnaar. Hoe vond je de sfeer hier? Want eigenlijk iedereen was voor Badahari, leek het wel, hè? Ja, hij heeft natuurlijk een grote aanhang en men is blij dat hij terug is. En hij heeft een bepaalde status, mensen zien hem graag, maar de sfeer was goed. Ik bedoel, van kijk, je hebt voor- en tegenstanders, maar uiteindelijk maken hun het allemaal mogelijk. En ik bedoel, dat is gewoon hoe de sport in elkaar zit. Dus dat was gewoon goed, de sfeer was gewoon oké. Hoe kijk je dan terug op deze wedstrijd? Heb je verloren van de beste kickbokser ter wereld? Want dat zegt hij dat hij zelf is. Ik denk dat we allemaal de beste zijn, weet je. Ik bedoel, je maakt de sport niet in je eentje. Snap je? Ik bedoel, je hebt natuurlijk gewoon een top 8 en die vechten allemaal tegen elkaar. En de vorm van de dag, dat had ook net zo goed mijn kant op kunnen lopen. Hij heeft een paar keer heb ik hem goed laten wankelen. En, ik bedoel, van geluk moet ook een beetje aan je zijde zijn. Ik denk dat je hebt niet één beste kickbokser van de wereld. Weet je hebt een paar beste kickboxers en die maken de sport met elkaar. En ik heb van een topvechter verloren en hij heeft van een topvechter gewonnen. Dus is alleen maar. Ik denk dat de grote winnaar is het publiek, denk ik, geweest van vanavond. Dus. Hij is nu niet hier. Wat denk je dat hij aan het doen is? Eisen, denk ik. Ja, maar heeft hij veel last? Ik denk dat hij wel last heeft, ja. Waarvan het meest? Ik denk van zijn been. En jij? Ik heb zelf op zijn knie getrapt met mijn enkel. Dus daar heb ik een beetje last van. Maar nou, verder geen probleem. Je ziet het, ik ben er gewoon. Ik sta er alweer een uur volgens mij. Ja, ben je al klaar mee? Ja, ik ben er nu wel klaar mee eigenlijk. Ik moet nog dopingcontrole. Die jongens zitten wachten. En dan gaan we lekker naar huis, man. Lekker relaxen. Naar huis? Ja, ga lekker naar huis. Niet de stad in? Nee, ik ga eerst naar huis sowieso even omkleden, douchen en dan gaan we misschien wel. Hoe laat is het? Bijna 1 uur, kwart voor 1. Proef, nee, dan ga ik denk ik niet meer de start in. Dan ga ik lekker een whiskytje inschenken thuis. En dan ga ik er 2 of 3 van drinken. En dan ga ik lekker proberen te slapen. Lekker man, wanneer zie je de volgende keer? Gaan we even kijken. Dus ik denk wel voor de zomer nog. Ja.